binnenkant de wijk gericht van voort uit Amerika. Ik ben de boek, hij houdt hem net op tijd ervoor, maar laat wel rood aan die binnenkant. Hoor, dan moet je bericht van voort uit Amerika niet doen, zeg. Pennebroek uit Polen. En die geestgever Kassen, die krijgt hem tot nu wel van van ja. Wat heeft het voor gevolgen voor de bocht die ze nu in knallen? Dat je er heel ver buiten op uitkomt, wil je op je lieve blijven. En dan denk je je eerste plaats kwijt. Heel even, in ieder geval. En 262, Koen van Wel het overloos. Hij zit op de loer, jongen. Hij zit op de loer. Hij denkt, jullie knokken maar dan met z'n tweeën. Jullie gaan dan maar een beetje aan zitten rondzooien. Ik schrijf snel wel toe als jullie het te hard met elkaar in de haren krijgen. Ik ben de broek uit Keulen, hij probeert het weer. Buitenom de maan, denk ik. Maar 247, ik vervoer uit Amerika, weet ook wel hoe hij dat moet pareren. Hoge tekort kom je dan, de laatste ronde op dit moment. Ja, Ferrier! Nog steeds 262, Koen van Wel het overloon op de derde plaats. Kan hij in die laatste bocht nog iets aan de binnenkant bij Rick Bendeboek en de door? Nee! Ja, daar komt hij! 247, Rick van Voort uit Amerika op de tweede plaats nummer 265. Rick Bendeboek uit Keulen op de derde plaats nummer 262, Koen van Wel uit Overloon.